Aarts en Van Dijk. Marboe. De Jong. Beweging bij De Graaf. Die krijgt die bal ook, neemt hem goed aan. De Graaf met de voorzet. En de 1-0. Nee. Maar dan zijn we koud 2 minuten bezig. En is dit de eerste kans al van de wedstrijd. En wat een kans. Caldi. Lima niet. Daar lag Mucci. De Graaf. De Graaf. En de 1-0. Ja, die valt binnen. Uitstekend hoe Jeremy De Graaf daar in één keer opduikt in de 16 meter. Uitstekend hoe Lachmucci daar de bal vrijmaakt met de buitenkant rechts. De Graaf weggelopen en de achterhoede heeft het nakijken van de ploeg van Barendrecht. Het schot. En dat is helemaal niet slecht van Caldi die daar in één keer de 16 in kan komen. Ter Schegget. De Graaf. De Graaf nu uit de tweede lijn van Splunter. Nou, had dat niet in één keer. Maurits, ja. Een verkeerde terugspeelbal van Bamboe. En is dit de gelijkmaker? Dit is hem. De gelijkmaker. 35e minuut. Maurits straft een foutje achter in de defensie van GVVV. Snoeihard af. De blunder bij Marboe. En de gelijkmaker van Bas Maurits. 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 En daar is de 2-1 voor Barendrecht. Hij heeft niet zoveel kansen nodig hoor. Met links gegeven. Geweldig hoe Maurits daar wegloopt. Is Jansen kwijt, is Den Hartog kwijt en vindt de verre hoek achter Johan Jansen. Dan gaat Navajas Sanchez weer. Is die sneller dan Jansen? Ja. Is dit de 3-1? Dit is de 3-1. Wat een geweldige goal zeg van Navajas Sanchez. Prima hoe hij die bal afmaakt. Caldi speelt die bal in één keer terug. Dan Eekman met het overzicht. Navaya Sanchez veel sneller dan Jansen. Een heerlijk zo'n stiftje. Jeremy De Graaf nog altijd. Maar wordt dan teruggedrongen. Ter Schegget. Brouwer. En wat een zwakke bal van Brouwer. Krijgt een herkansing. Brouwer. Brouwer. En nu De Graaf met de 2. Nee. Geen 3-2. Marboe. Mulder. Mulder in één keer in de 16. Mulder. En een goede redding. Jeremy De Graaf. Weer een goede redding van Van Splunter. Uitstekend keeperswerk van die doelman van Barendrecht. Lachmucci. Simon Brouwer. Mulder. De Schegget is vrij. De Graaf, De Graaf, De Graaf, daar is hij. En daar is de 3-2. Je ziet het weer gebeuren. Jeremy De Graaf duikt weer op. Achter de vijandelijke linies. GVVV weer een duit in het zakje. Prima paas van De Schegget. Lima is hem kwijt en De Graaf met de 3-2. Marboe, weer De Graaf. Jeremy De Graaf, onderweg aangeraakt nog. Marten Jong. Kuiper! Oh, jongen, jongen, jongen. Simon Brouwer. Wat een kans is dit, zeg. Overtreding? Nee. Dervizevic. Nu Caldi. Caldi met de binnenkant van de voet. En dan wordt hij afgemaakt. Is het gedaan? Wat is dat? De binnenkomen, zeg, voor Van Delen. Die scoort de 4-2 voor de thuisploeg. Ik denk dat hij 15 seconden in het veld staat. Misschien 20. Jorik van Delen. En in de 82e minuut hij met de 4-2. En daar het laatste fluitsignaal. En Barendrecht doet vandaag uitstekende zaken. Door de nummer 3 GVVV met 4-2 te verslaan.